Dit is mijn huis. Mijn zelfgebouwde huisje. Het is een wooncocon. Het is het rijdende verhalenhuis. Alleen het rijdt niet meer. Want het pad moet nog worden gemaakt. Deze pompoen ga ik straks planten. Het is een begin. Want de boer wil ook eten. Dus ik heb hem beloofd dat ik pompoenen zou planten. Dit is de dijk die Jochem, de boer, heeft aangewezen. Het zou een moestuin moeten worden. Maar omdat het zo midden in de vlakte ligt, had niemand daar zin in. En ik ben begonnen met bomen te planten. Een pad te maken. En kijken wat er wil ontstaan. Ik hoop dat dit pad wat hier ligt, hier beneden, dat dat ooit verder zal lopen naar de weg en zich zal verbinden met paden elders op de wereld. Dat we niet meer allemaal met ons eigen pad staan, maar dat die verbinding kan groeien. En misschien is dat in mijn leven of in een volgend leven. Dat geeft niet, zoals Gandhi zei. Je moet het niet altijd verwachten dat jij de resultaten van je werk kan zien. Maar dat houdt niet tegen om eraan te beginnen.